He said, my thoughts and plans that I have for you. So God has a plan. En hij spreekt over de gedachten en de plannen die ik met u voor heb. Dus God is een God die plant. It's so funny that people can quote that scripture a lot, but they don't have a plan. En het is heel grappig dat heel veel mensen dat soort schriftgedeeltes opzeggen, maar niet eens een plan hebben. They don't have a plan. Ze hebben geen plan. I'm a businessman without a plan. Ik ben een zakelijk persoon, maar ik heb geen plan. Dan weet ik al dat je niet zal slagen. The business is going nowhere. En dan gaat je bedrijf dus nergens naartoe. You are married without a plan. U bent getrouwd zonder een plan. You fail the beginning, the first day of the marriage. En dan faalt u al de eerste dag in het begin van uw huwelijk. You're going to school without a plan. U gaat naar school zonder een plan te you hebben. Have already failed the exams. Dan bent u al voor uw examens gezakt. So you failed before you started. Kortom, dan bent u al gezakt voordat u bent begonnen. Are you getting this? Begrijpt u dit? You are doing ministry. U doet in de bediening. But you don't have a plan. Maar u heeft geen plan. The ministry is going nowhere. Dan gaat die bediening dus helemaal nergens naartoe. Most of the time we just think God is a magician. Vaak denken we dat God een of andere magier is. And I don't know why we put him on the category of magician, because God is bigger than that. En ik weet niet waarom we hem in de categorie van magier stoppen, want God is veel groter dan dat. Even the prophecy you receive, zelfs de profetie die u heeft ontvangen, you must work a plan. Daar moet u een plan in verwerken. To see it come to pass. Om dat tot stand te zien komen. So last time, dus de vorige keer I stopped somewhere. Ben ik ergens gestopt. Genesis 41, 41. In Genesis 41, vers 41. About Joseph. En het ging over Jozef. Is that so? Waar of niet? How Pharaoh had a dream. Hoe Farao een droom had. But Pharaoh needs an interpreter. Maar dat Farao iemand nodig had die de droom kon interpreteren. Sometimes you have a dream. Soms heeft u een droom. But you need. Maar u heeft nodig. Wise counsel. Wijze raad. To give you the plan for the dream to come to pass. Om u plan te geven voor die droom, zodat die droom ook tot stand kan komen. The fact that you have a dream, het feit dat u een droom doesn't heeft, mean the dream will come to pass. Betekent nog niet dat die droom zal uitkomen. You may have the dream. U mag misschien die droom wel hebben. God visited you. God heeft u bezocht. But along the way, maar onderweg, God will give you people, zal God u mensen geven that will help that dream, die die droom zullen helpen to come to pass. Tot stand te komen. If you have a dream, als u een droom heeft, but you don't have a plan, maar geen plan, forget it. Dan kunt u het helemaal vergeten. Life is not they say life is a coincidence. No, I don't believe in that. And they say no, it just happened. Nothing just happened. So forget that your nonsense. En het leven is geen toeval. Dus vergeet dat. Dat is onzin. Want niets gebeurt zomaar. Nothing just happened. Niets gebeurt zomaar. Anybody that succeeds in life. Iedereen die succesvol in dit leven is. They plan to succeed. Either you plan to succeed or you plan to fail. How do you plan to fail? Don't have a plan. Je plant om succesvol te zijn en anders plan je dus om te mislukken. How do you plan to fail? You don't need to have a plan. Failing to plan is planning to fail. En dus niet plannen, daarmee misluk je en faal je sowieso. Because whether you like it or not. Want of je nou leuk vindt of niet. Certain things will happen. Bepaalde dingen zullen gebeuren. In your life. In uw leven. And you end up making decisions you were not ready. En uiteindelijk maak je dan beslissingen waar je niet klaar voor Maybe was. Maybe it's the wrong decision. Misschien is het de verkeerde beslissing. But the truth is, maar de waarheid is. That decision at that point in time was your plan. Is dat dat besluit wat je op dat moment maakte, dat dat jouw plan was. Because if you were planning, want als je echt had gepland, you will know what to do, zul je weten wat te doen when problems arises. Als er problemen komen. Now, famine was coming into the land. En hongersnood kwam het land in. God had a plan. God had een plan. Because his people were in that land. En omdat zijn volk dus in dat land was, had to move into that land. Moest zijn volk dat land in for survival. Ter overleving. He gave Pharaoh a dream. Gaf hij Farao een droom. But he already put Joseph in place. Maar Jozef had hij al op zijn plaats gezet. So prison. Dus de gevangenis. That we thought was punishment. Waarvan wij dachten dat het straf was. Was God's plan. Was God's plan. Let op. It was the baker and the butler, right? Het was de bakker en de ober. When you see it carefully. Wanneer je het zorgvuldig bekijkt. When the butler left the jail. Toen de butler uit de gevangenis ging. He was supposed to remember. Hoorde hij eigenlijk Jozef te herinneren. But it would be useless.
Maar dat zou nutteloos zijn geweest. If he talked about Joseph then. Als hij toen al over Jozef had gesproken. Are you getting this? Begrijpt u dit? Because omdat plans become effective in crisis. Plannen pas effectief worden ten tijde van crisis. Something will arise. Iets zal opkomen. That will affect the plan. Wat effect gaat hebben op dat plan. Something. Iets. Will arise. Zal opkomen. To affect the plan. Om het plan effectief te maken. It will change that desire into a demonstration. Het zal dat verlangen veranderen in betoning. So hear me good. Dus hoor me goed. When Joseph. Toen Jozef. Told the butler. Tegen de butler zei. Remember me. Onthoud mij. He forgot. Was hij het vergeten. There was no problem yet. En er was toen nog geen probleem. God. God wanted to strategically position Joseph so that his people would benefit from his position. En God wilde Jozef strategisch positioneren zodat het volk daar voordeel van kon hebben. So, all the things that happened. Dus in alle dingen die er gebeurden. Do you know the people that took Joseph to Egypt? Wist u welke mensen Jozef naar Egypte hadden gebracht? The Ishmaelites. Dat waren de Ismaëlieten. It was Abraham's other son. Het was Abraham's andere zoon. So even Ishmael was useful. Dus zelf Ismaël was van nut. Are you getting me? Begrijpt u mij? God, that knows the end from the beginning. God die het einde van het begin weet. You already know. Wist al. This Ishmael. Dat deze Ismaël. I'm not just gonna cast him away. I will use him one day. Dat hij hem niet gewoon zou verwerpen, maar dat hij hem op een dag zou gebruiken. C'est plan. Zeg plan. C'est plan. Zeg plan. C'est plan. Zeg plan. C'est plan. Zeg plan. You see, when people come into my life. Ziet u wanneer de mensen in mijn leven komen? I always want to know God's plan. Why are they there? Wil ik altijd Gods plan weten van waarom ze er zijn? Because sometimes because you don't understand His plan, you can push away your breakthrough. Want soms omdat je zijn plan niet begrijpt, kun je je doorbraak juist wegduwen. Somebody can stay around you and the person is not useful now, but the person will be useful someday in the future. En iemand kan nu op dit moment om je heen zijn en nu niet nuttig zijn, maar in de toekomst wel van nut. It may even be somebody. Het mag misschien zelfs iemand zijn die je leven arm is binnengekomen. God was waiting. God was aan het wachten. You identify a millionaire in that person. Om te kijken of je de miljonair in die persoon kon herkennen. Then you are shocked. En dan ben je gechoqueerd that same person, dat diezelfde persoon broke out in business, op een dag uitbreekt in bedrijverij. That can give into your ministry. Want dat is de hoogste persoon die dan kan geven in jouw bediening. That means dat betekent dus dat die persoon Gods plan was. You had to discern it. Maar u moest dat wel kunnen onderscheiden. God doesn't just put people in your life for fun. God zet niet zomaar mensen in uw leven voor de plezier. No. Nee. Your husband is not in your life for fun. Je echtgenoot is niet in je leven voor een plezier. He is not just there for sex. Hij is ook niet daar alleen voor de seks. There is something more than that. Er is veel meer dan your dat. Your wife is not in your life just for that. Uw vrouw zit niet in uw leven alleen voor dat. God has a plan for the both of you. Maar God heeft een plan voor u beiden. The company you are working in. Het bedrijf waar u in werkt. They didn't just employ you. Heeft u niet zomaar in dienst genomen. There is a plan of God for you in that company. Er is een plan van God voor u in dat bedrijf. Either you die a worker. Of u sterft als een werker. Or you become a partner. Of u wordt een partner. You have to choose. U moet daar zelf een keuze in maken. Those are two different people. I spoke about that one last week, so I will not go there today. En dat zijn twee verschillende soorten mensen. Heb ik vorige week al over gesproken, dus niet vandaag. So watch this. Dus let op. When Pharaoh had the dream. Toen Farao een droom had. He needed an interpreter of the dream. Had hij een interpreteerder nodig van die droom? Pharaoh's dream. Farao zijn droom. Was Joseph's open door. Was Jozef zijn open deur. But before Joseph could interpret the dream. Maar voordat Jozef die droom kon interpreteren. He was already trained by God to be an interpreter. Was hij al getraind door God om die interpreteerder te zijn? Hij was getraind door God to be an interpreter. Om eengene te zijn die droom kon interpreteren. God didn't just take Joseph and say go to Pharaoh. God nam niet gewoon Jozef en zei ga naar Farao toe. You have to plan. U moet plannen. Because it prepares you. Want het bereidt u voor. For the open door ahead of you. Op die open deur die nog voor u ligt. There are doors. Er zijn deuren. That you can never enter. Waar je nooit kunt ingaan. Without preparation. Zonder voorbereiding.
There are even doors. Er zijn zelfs deuren. That God opened. Die God opent. But you came there. Maar u bent daar aangekomen. You were disqualified. En u werd gedisqualificeerd. Because you did not prepare. Omdat u niet voorbereid was. The Bible says. De Bijbel zegt. The doors that are open. De deuren die open zijn, no man can shut. Kan geen mens sluiten. It's an open door. Het is een open deur. But there is a reason. Maar er is een reden why van waarom you were disqualified. U gedisqualificeerd werd. You were not prepared to enter. U was namelijk niet voorbereid om naar binnen te kunnen gaan. That's why you need a plan. En daarom heeft u dus een plan nodig. We should stop going to church and singing the hallelujah chorus, nothing to prove. En we moeten ophouden om naar de kerk te gaan en allemaal halleluja te zingen en zonder bewijs te leveren. You are going to school. U gaat naar school toe. You don't have a plan. En u heeft niet eens een plan. That's why you end up with strange guys. Daarom eindig je met vreemde jongens. Because you don't even know a purpose why you went to school. Omdat je niet eens het doel weet van waarom je naar school ging. You don't even know why you are going there. U weet niet eens waarom je daar naartoe gaat. So you are going there to go seek negative anger. Dus je gaat daar naartoe to seek negative attention. Every guy that pass around. Elke jongen die bij je in de buurt komt. Leuke jongen. Oh, nice guy. Mooi meisje. Beautiful girl. You are a fool. Nee, je bent een dwaas. Keep admiring the leuke jongen and mooi meisje. They will be going ahead. One day they will be company owners. You will still be a slave. En blijf ze maar bewonderen. Op een dag zullen zij bedrijfseigenaren zijn en ben jij nog steeds een slaaf. Check those guys in school that were always tough. En kijk naar al die stoere jongens op school. Yes, die ooit in school waren, maar jaren later. When that girl meets them, she even feels ashamed to identify with them. Wanneer datzelfde meisje ze weer tegenkomt, schaamt ze zichzelf om zichzelf met ze te herkennen. Check those girls in school that were always losbandig. Kijk naar al die meisjes op school die altijd losbandig waren. At some point when you meet them, they come to greet you. You don't even want to say that was my classmate. En op een bepaald punt als je ze ontmoet, wil je niet eens meer zeggen van ja, dat was ooit mijn klasgenoot. Because as the days passes by, they become more useless. Want terwijl de dagen voorbij gingen, werden ze allemaal nutteloos. More useless. Nog nuttelozer. Well, I don't blame you. Maar ik neem het u niet kwalijk. If you were never told, als het u nooit verteld is, it's good to have a plan. Is het goed om een plan te it's hebben. Good to have a dream. Dat het goed is om een droom te hebben. What you wanna become. En wat je wil worden. And then commit it to the Lord. En dat je het dan overgeeft aan de Heer. Of course. Natuurlijk. You will end up. Dan eindig je uiteindelijk. Cleaning the garbage. Dat je gewoon een vuilnisman wordt. Of course. Tuurlijk. This is my boy. Dit is mijn zoon. Stand for me. My boy. Mijn zoon. He was a garbage man. Hij was vuilnisman. So he did not know when he changed. Dus hij wist niet wanneer hij veranderde. I came out of the office. Ik kwam uit het kantoor. I saw him came here. En ik kwam hem hier binnen, zag hem hier binnenkomen. To pick garbage. Om vuilnis op te pakken. En ik werd zo boos. I got angry. Ik werd boos. As if it was me picking the garbage. Alsof ik zelf dat vuilnis aan het ophalen was. I said, no, ik zei, this nee, dit gaat niet meer plaatsvinden. Then I told the secretary, make appointment with en toen zei ik tegen de secretaresse, maak een afspraak met hem. I said, this man, ik zeg, deze man will not pick garbage. Zal niet meer vuilnis ophalen. I said, no way. Ik zeg, dat gaat niet meer you gebeuren. Can't be around me. Je kunt niet om me heen zijn. I suffer, though. Ik heb geleden. I suffered. Ik heb echt geleden. When you see with this, my head like this, wanneer je mijn hoofd zo ziet. Because I've seen some things in life. Was omdat ik dingen heb gezien in dit leven. I begged for food. Ik heb moeten bedelen om eten. I slept on the street. Ik heb op straat geslapen. All those things were schools. Al die dingen waren allemaal scholingen so voor mij. I can pick people out of the street. Zodat ik mensen van de straat kan oprapen. I make them better people. En ze betere mensen so kan maken. I can show to people, zodat ik aan mensen kan laten zien. Follow the plan of God, dat als je het plan van God volgt. Your life will change. Dat je leven dan zal veranderen. And he sat with me. En hij zat met mij. He sat with me. Hij zat met mij. I'll put oil on you because you have more promotion after this. Amen. En ik zal olie op je zetten omdat je nog meer promotie hierna zult krijgen. Let op. I looked at him. Ik keek naar hem. I said, come. En ik zei, kom. I said, what level of studies did you do? Ik zei, wat voor studieniveau heb je gedaan? He told me. En hij zei tegen mij. Then he said, dus toen zei I hij. I said, what do you really like to do? Ik zeg, wat vind je eigenlijk leuk om te doen? He said, IT. Hij zei, IT. I said, quit that job. Ik zeg, dan stop met je baan. That is the pastor you are dealing with. En dat is de voorganger waar je mee te maken hebt. I said, go get. Ik zeg, ga. That IT job. God die will give IT baan. Nemen, want God zal je deze with geven. Boldness and authority. Met alle vrijmoedigheid en autoriteit. And look at him now. En kijk hem nu.
He's no more a garbage guy. Hij is niet langer meer een vuilnisman. He's a responsible guy. Maar hij is een verantwoordelijke man way, nu. En trouwens, the best part, het beste deel not the job. Is niet de baan. He is the minister of the gospel. Hij is een dienaar van het evangelie. Look at him. Kijk hem. See how useless. Zie hoe nutteloos the enemy wanted to make his life. De vijand zijn leven wilde maken. If he never met somebody, als hij nooit iemand had ontmoet that can see far beyond, die verder dan dat kon zien, so what will he be doing? Dus wat zou hij dan blijven doen nog steeds? Garbage. Hij zou nog steeds een vuilnisjongen zijn geweest. Garbage. But garbage was never God's plan for maar his life. Vuilnisjongen zijn was nooit Gods plan voor zijn leven. So, I don't care, dus het interesseert me niet whether your parents were poor, of je ouders nou arm waren. And I don't care, en het interesseert me niet where you were born, of dat waar je geboren there was. Is one thing I know, er is één ding wat ik weet. That the God that gave en is dat de God die geboorte aan je heeft gegeven for you to fail. Geen geboorte aan he je heeft gegeven zodat je faalt. Hij heeft een plan to en hij wil dat u slaagt. Amen, amen. I don't care. Het interesseert me niet. And stop saying I'm from Africa. En stop met zeggen, ja, ik kom uit Afrika. What is wrong with Africa? Wat is er mis met Afrika? Am I not from Africa? Ben ik dan niet van Afrika? Stop saying, no, you see, we don't have the same opportunity like the white people. Ja. Who told you? Maar wij hebben niet gelijke kansen, net als de blanke mensen. Maar wie heeft u dat gezegd? Who told you that? Wie heeft u dat gezegd? Hey! Who told you that? Wie heeft u dat gezegd? Nonsense! Wat een onzin! Nonsense! Wat een onzin. Wie heeft u dat gezegd? You can go to the same job interview like them. You take the job, they lose. Je kan naar dezelfde sollicitatie gaan. Jij neemt die baan aan en zij verliezen. We all have the same God. We hebben namelijk allemaal dezelfde God. God has a plan. Ja, God heeft een plan. Is your spirit black or white? Is jouw geest zwart of wit? Why do you put yourself in some small nasty boxes? Waarom zet je jezelf in vieze boxjes? You are just lazy. Je bent gewoon lui. I cannot, I cannot. I cannot, I cannot. Of course, zonder plan, you stay there. Want tuurlijk, without a plan, dan blijf je daar. Keep eating your McDonald's and Burger King. Blijf maar die McDonald's en Burger King van we je will eten. Meet somewhere. Keep eating it. En we zullen elkaar wel ergens weer ontmoeten. Blijf maar dooreten. Keep lying. Blijf maar doorliegen. 10 years from now, 10 jaar vanaf nu. The same people you are with, dezelfde mensen waar je mee bent. Zul jij hier helden zien worden. Then you see yourself en dan in zie the same jezelf place. Nog steeds op dezelfde plaats. It is simple. Het is simpel. They follow plan, zij volgen het plan. You were planning to fail. Maar jij plande om te mislukken. Put him on his knees. Give me the oil. Father. He will be a pursuer of God's plan. Hij zal een najager zijn van het plan van God. You will take your family. Je zal je familie nemen. From one dimension van de ene dimensie naar de andere. I see you buy your house. En dan zie ik je ook nog je huis kopen. I see you buy your house. Ik zie je huis kopen. Dank u, Vader. You will buy your house. Jij zult je huis kopen. Amen. Yes. And you will not. When the prophecy come to pass, en wanneer de profetie tot stand komt, onthoud deze dag. Yes, Lord. Jesus. Yes. Zeg planning. Zeg planning. 2022. What are you planning to become? Wat plant u te worden? When you look at Joseph. Wanneer je kijkt naar Jozef. Joseph had a dream. Jozef had een droom. He wasn't trained. Maar was niet getraind. Let me talk to you now. Laat me nu al met u spreken. He had a dream, hij had een droom. But he wasn't trained, maar was niet getraind. To be the dream. Om de droom te zijn. I will say it again. Ik zal het nog een keer herhalen. He had a dream, hij had een droom. But he wasn't trained, maar hij was niet getraind. To be the dream. Om die droom te zijn. So the pit, dus. The pit, die put. Was training ground. Was de trainingsgrond. Potiphar's house. Potiphar's huis. Was training ground. Was trainingsgrond. Prison. De gevangenis. Was training ground. Was de trainingsgrond. What was God doing? Wat deed God? God was preparing him to meet Pharaoh. God bereidde hem voor de ontmoeting met Farao. God was working his plan in Joseph in these tight places. En God werkte zijn plan in Jozef uit juist op deze krappe plaatsen. It was good. Het was goed that the lady left. Dat die dame wegging.
Dat leert u juist om de volgende keer een betere keuze te maken. It was also good. Het was ook goed that they double cross you. Dat ze je hebben opgelicht. It teaches you to know whom to trust. Dat leert je wie je moet vertrouwen. It was also good. Het was ook goed that they treat you like nothing. Dat ze je behandeld hebben alsof It je niets was. You to rely on God. Dat leert je om afhankelijk te zijn van God. Anytime these things were happening, iedere keer dat deze dingen gebeurden, they were just lining you up. Waren ze je alleen maar in lijn aan het brengen into God's plan. Met Gods plan. It was good. Dat was goed. God, can use your challenges God kan je uitdagingen gebruiken and still work out his plan. En nog steeds zijn plan uitwerken. You were born U werd geboren to fulfill his plan. Om zijn plan te vervullen Not your plan. En niet je eigen plan. So God can orchestrate many things dus God kan heel veel dingen orchestreren to see that come to om pass. Dat tot stand te zien komen. Nothing about the life of Joseph Niets aan het leven van Jozef was, a mistake. Was een fout. You call it a mistake. U noemt het een fout. How can that be a mistake? Maar hoe kan dat nou een fout zijn? He went to Potiphar's house. Hij ging naar Potiphar's huis. As a slave boy. Als een slavenjongen. He became a leader. En hij werd een leider. Watch this. Let op. A slave boy een slavenjongen became a leader. Werd een leider. In somebody's house. In iemand anders huis. The only person De enige persoon. That he could not go die... over. Waar hij niet over kon gaan, was madame. Was madame. But that is another lesson. Maar dat was weer een hele andere les. It's a lesson for next time. Is een les voor de volgende keer. Jesus Christ. But watch this. Maar let op. They pushed him to prison. Ze duwden hem naar de gevangenis toe. In prison. En in de gevangenis he was still a leader. Was hij nog steeds een leider. So, everywhere Joseph. Dus overal waar Jozef was, he was outstanding. Was hij buitengewoon. Potiphar succeeded. En Potiphar die slaagde erin, Because omdat Potiphar followed the plan of God in Joseph's life. Potiphar het plan van God opvolgde in Jozef zijn leven. Potiphar zei, Since Joseph came, sinds dat Jozef is gekomen and stay with him, en met hem is gebleven, he only become wealthy. Werd hij alleen maar rijk. God's plan. Dat is Gods plan. So it was God's plan. Dus het was Gods plan. To help Potiphar prosper without Potiphar knowing. Potiphar voorspoedig te laten worden zonder dat Potiphar het wist. But how did he do it? Maar hoe deed hij dit? He brought an anointing. Hij bracht een salving. Joseph. Joseph. Watch this. Let op. Joseph in prison. Joseph in de gevangenis. When we read the Bible, we think the butler forgot Joseph. En wanneer we de Bijbel lezen, dachten we dat de butler Jozef was vergeten. Maar laat me je vragen. If the butler left, als de butler was weggegaan told the king, en tegen de koning had gezegd, had a vision in the prison. Iemand had een visie gekregen in de gevangenis. And the person told us, en die persoon heeft ons verteld, Baker, you will go. Bakker, jij zult gaan, butler, you will return. Jij zult terugkeren. That will not mean anything to the king. Dan had dat toch helemaal niets betekend voor de koning? It will not be important. Dan was dat toch helemaal niet belangrijk Because geweest? The king Want de koning doesn't have a need. Had namelijk toen geen God's nood. Plan Gods plan is to solve a need. Was om, is om een probleem op te lossen. God's plan, Gods plan for your life voor uw leven is, to solve a problem. Is om een nood te ledigen. God, did not just call you a pastor God heeft for u you niet... To go put a title around some people even their pastoral garment can make you collapse. A long run. En Gods plan als je voorganger bent. I think when they enter like that without their robe, then you know they are anointed. Ja. God's plan. En God heeft niet zomaar je voorganger gemaakt om alleen een titel te hebben en dan loop je met je lange gewaad. God's plan is to solve a problem for a generation, a person or your family. Maar Gods plan is om een probleem op te lossen voor een generatie, voor je familie of voor wat dan ook. So when you don't have a plan, dus wanneer u dan geen plan heeft, your family is already failing. Dan faalt je familie al. Automatisch al. You will keep joining yourself with worldly people. Dan blijf je maar omgaan met wereldse mensen. Let them bless you. Laat ze je zegenen. Now watch this. Nu let op. Put Genesis 41, 41. We gaan naar Genesis 41, 41. And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt. Over all. Continue. Why? Waarom?
Why should Pharaoh make such a statement? Waarom maakte Farao zo'n uitspraak? Because people that have a plan are leaders. Want mensen die een plan hebben zijn leiders. You can't lead nobody without a plan. Want je kan niemand leiden zonder een plan te hebben. There is no company owner without a plan. Er is geen bedrijfseigenaar zonder een plan. The people that are working in your company, they are following your plan for the company. De mensen die werken in uw bedrijven, die volgen een plan voor het bedrijf. So you must have one. Dus u moet dus een plan hebben. And Pharaoh took off his ring. Authority. God gives authority to people that have plan. En God geeft zijn autoriteit aan mensen die een plan hebben. Somebody with a plan. Iemand met een plan. Functions in authority. Functioneert in autoriteit. Than somebody without a plan. Dan iemand zonder plan. You without a plan, you are the same like a swerver on the street. U zonder plan bent hetzelfde als een wanderer op straat. And put it upon Joseph's hand and arrayed him with vesture of fine linen and a gold chain about his neck. Continue. Move it. And he made him to ride on the second chariot which he had. Plan makes room for promotion. Het plan maakt ruimte voor promotie. Stop telling God, promote me, what is your plan? What are you planning to do when you are promoted? En stop tegen God zeggen, ja, promoveer me. Ja, maar wat is je plan? Wat plan je om te doen als je gepromoveerd bent? You sit in church, you say you want to be a leader. Je zit in de kerk en je wil een leider zijn. What is your plan? Maar wat is dan uw plan? Are you under the church plan? What is your added value? Bent u onder het plan van de kerk, maar wat is uw toegevoegde waarde? Or you just came to take? Of bent u alleen maar gekomen om te nemen? What is your plan in the department in which you are running? Wat is het plan in de afdeling die u runt? Since last Wednesday you come to the pastor and you tell the pastor, I had a vision. And then while you are sharing the vision, it lines up with what the pastor already had. En sinds wanneer bent u naar de voorganger gekomen en heeft gezegd van, ja, ik heb een visie gehad. En sinds wanneer is die visie dan in lijn gegaan met het plan die de voorganger heeft? Since when? Sinds wanneer? But you are a leader. Maar u bent een leider. Who are you leading? Wie leidt u? Goats. Geiten. You must have a plan. U moet er wel een plan voor hebben. Planning helpt u to lead your people om uw volk te leiden with wisdom. Met wijsheid. If your business doesn't have a plan, als uw bedrijf geen plan heeft, you will never have the understanding of the business. Zul je nooit het inzicht hebben van het bedrijf. There are many young people with dreams. Er zijn heel veel jonge mensen met dromen, but no direction. Maar ze hebben geen enkele richting. Planning gives you direction. Maar planning geeft u richting. You want to have direction. U wilt richting hebben, but you don't have a plan. Maar u heeft geen plan. Planning helps you to make the right decisions. Planning helpt u om de juiste beslissingen te maken. And decision en besluiten determines your destination. Stellen uw bestemming vast. That's why many people don't know where they are going. En daarom weten zoveel mensen niet eens waar ze naartoe gaan. They say, well, anything that comes, come. Zeg maar ja, wat er van komt, c'est là, komt maar. Ja, zo is leven, zo is leven. That is why anybody that just come your way. En daarom iedereen dus die op je pad komt. You are a woman. Je bent een vrouw. You are just desperate. Je bent gewoon wanhopig. Anybody that just come your way. Iedereen die maar op je pad komt. C'est là, c'est là. Ja, het is, zo is leven, maakt niet uit. Hij heeft gezegd. He told me. I have for mine. He loves me. Ik kan met jou trouwen. Yeah, I'm gonna marry you. Met wat? Met jouw mond? With what? With your mouth? Or do you think marriage is for jokers? Of denk je dat het huwelijk is bedoeld voor grappenmakers? They married with your mouth. What is the guy's plan? Zeg het trouw met de mond, maar wat is die man zijn plan? Sometimes you are with him every day, you see rockloads. You see the things you don't want. You and then you too, you are not saying anything. You say, no, he will change. Let me tell you something. Can I give you good news? It's a good news.
When you meet a guy day one, the guy insulted you. En als je dag 1 al and iemand ontmoet, hij beledigt je. En dag 2 doet hij hetzelfde. You are not married yet. Je bent nog niet eens getrouwd. Day 3. Dag 3. You saw the same. Zie hetzelfde. It will happen in your marriage. Dan gaat dat zeker ook gebeuren in je huwelijk. Don't think you forget this. You are blind love. I love you. Ah, vergeet die blinde liefde. Ik ben beter geworden. Echt waar? Ja, ik hou van je. Watch. Continue to be a daydreamer. He slap you outside marriage. He will slap you in marriage. Ja, hij klapt je buiten het huwelijk om, dus ook in het huwelijk. He lied to you. Hij liegt tegen je. Dan zal hij toch weer gaan liegen. Simple. Zo simpel is het. Don't be a fool. Wees geen dwaas. Put me that scripture on the board. Put it. I rather mix with somebody that is messing up and speaking the truth. Ik ga liever om met iemand die het verprutst en gewoon de waarheid zegt. Than to mix with somebody that dan met is iemand om te gaan. Lying. Die er een troep van maakt en nog liegt ook. You are more than Satan. Dan ben je nog meer dan Satan. So you are more dangerous than danger. Kortom, dan ben je nog gevaarlijker dan gevaar zelf. You are dangerous. Dan ben je gevaarlijk. You are dangerous. Je bent gevaarlijk. You are on the red zone. Je zit in de rode zone. He made him ride in the second chariot, which he had. And they cried before him. Bow their knees. Why? Waarom? Why would people submit to you without a plan? Waarom zouden mensen zich aan jou moeten onderwerpen als jij niet eens een plan hebt? Let's go to church. Laten we naar de kerk gaan. Like now we are fasting. Net als nu, we zijn aan het vasten. I don't just know what we'll do, but we'll do something. Nee, ik weet niet wat we gaan doen, maar gaan we wel iets doen hoor. Are you confused? Ben je verward of zo? Why did you declare the fast? Waarom heb je een vaste uitgeroepen? Didn't you have a goal? Had je geen doel? I thought God told you something. Ik dacht dat God je iets had gezegd. And that is how some people fast. Maar dat is hoe sommige mensen vasten. No, we are just fasting. Nee, we zijn gewoon aan het vasten. Then I ask you why. En dan vraag ik je waarom. No, we are just fasting. Nee, we zijn gewoon aan het vasten. Stop starving yourself. Hou ermee op om jezelf te verhongeren. Even God has a purpose. Zelfs God heeft een doel. I know you can get up. Ik weet then dat je op kunt staan en geen zin hebt om te eten. That means God is preparing you for a spiritual battle. Dat betekent dat God je voorbereidt op een geestelijke strijd. So some of you that you don't have the zeal to eat, you are still struggling to eat. Dus not today, don't eat. Sommige because van jullie. God is preparing you for what lies ahead of you. I know they didn't teach you that, you heard it. So the day you try to eat, then the next thing will happen. You know, pastor told you. En als je niet ervaart om te eten, eet dan niet. Want God bereidt je voor op een geestelijke strijd. En ga dan niet worstelen om wel te eten. Want God, is preparing God bereidt je dan voor. For something that is coming. Voor iets wat er dan aankomt. A man of God got up in the morning. Een man van God stond 's ochtends op. He didn't feel like eating. En hij voelde niet om te eten. He wasn't fasting either. Hij was ook niet aan het vasten. But he feel like praying. Maar hij voelde om te bidden. The whole day. De hele dag door. What did he do? Wat deed hij? He went into a bank. Hij ging naar een bank. And when he was done all his business, en toen hij klaar was met al zijn zaken, they call him, belde ze hem op a mad lady here. Dat er een gekke vrouw was. And this lady is quoting a lot of Bible scripture. En die dame die citeerde allemaal Bijbelteksten. We are confused. We zijn verward. He said, thank you, Jesus. Hij zei, dank u Jezus. I'm prepared for this. Ik ben hierop voorbereid. When he showed up, en toen hij verscheen, madness left in an instant. Verdween die hele waanzin terstond. Maar als hij McDonald's of Burger King had gegeten, had ze misschien because niet gebeld. That was an open door for his ministry, to announce him. Want dat was de open deur voor zijn bediening om hem aan te kondigen. For some of you, when God gives you the opportunity, you run away. En voor sommigen van u, wanneer God u de mogelijkheid geeft, ren je ervan weg. Ik heb dit ding niet verwacht. No, I didn't expect this. This was not my forecasting. This was not what I expected. Of course. Tuurlijk. Because when God was trying to give you signals, you don't want to listen. Want toen God je al signalen had gegeven, wilde je niet luisteren. You greeted the guy. God told you to run. Je begroette die jongen en God zei tegen je: ren weg. Nee, hij praat. Hij is lief. Hij zegt: oh, he's so sweet. It's been a but something inside is telling you. Vertelt up, u. Kijk up uit. That one you don't want to hear. Maar dat all wil je niet horen. Is his nice face. Het enige nice wat je ziet is dat mooie aardige gezichtje van hem. Mooi jongen. Beautiful guy. Mm-hmm. One day, moi moi will show you moi moi.
Op een dag zal beautiful je beauty laten That's zien. That's why you get involved with more young and you end up with some. Let me not call the name. Let me keep that for myself. More younger. Continue. Genesis. Laten we verder gaan in Genesis. And they cried before him, bowed their knees, and made him a ruler. Why? Joseph had a plan. En waarom? Omdat Joseph een plan had. Over all the land of Egypt. Continue. And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh. As if he did not know. Ik ben Farao. Alsof hij dat niet wist. You know when people say that? Wanneer je wanneer mensen dat zeggen? Ze weten Because dat ze niet meer Farao zijn. Pharaoh means God. So, Farao betekent God, dus. You are no more Pharaoh because you were Pharaoh. You come out with this plan. Farao, want als jij Farao was geweest, dan had jij het plan gehad. That told his wife, I'm the man in the house. Heb je wel eens die man die tegen zijn vrouw zegt? I know where the thing is going. The man has lost his manhood. He shall no power. That's why you have to tell the woman, ik ben de man. No, you don't need to. You don't need to. When you are the man, you show up. The woman knows. Ja. En als jij echt de man bent en je komt, dan weet die vrouw dat echt wel, hoor. The lady knows. Dan weet die vrouw dat echt wel, joh. She can adjust because you just show up. Ze kan zich meteen aanpassen omdat je er dan bent. Period. Every one look, she knows. Zelfs met één blik weet ze het al. She knows what you mean. Ze weet precies wat je bedoelt dan. When you train her very well, she will understand you. Wanneer je er goed hebt getraind, zal ze je heel goed begrijpen. So all of you that want to marry. Dus al die. Start to write the plan, the what you want in your home. All these young people, ik wil trouw. Trouw met wie? Do you think marrying is pindakaas and chocolate butter? No. You must have a plan. Dus als je wil beginnen te trouwen, moet je een plan hebben. Because you are not marrying with nice words. Want je kan niet gaan trouwen met mooie woordjes. I love you, will not put food on the table. Want ik hou van je, zet geen voedsel op de tafel. Neither I love you, will help to build your family. En ik hou van je, gaat je ook niet helpen je gezin op te you bouwen. You need a plan. Je hebt een plan nodig. So don't just marry for love. Dus trouw niet alleen omwille liefde. You did not even see a leader in the man. You don't see nothing. Je hebt niet eens een leider gezien in die man. Je ziet niets. Helemaal niets. Totally nothing. And then yet you are settling with who? En toch ga je settelen met wie? You look at the girl. The girl is a taker. Je kijkt naar dat meisje, maar dat meisje neemt alleen maar. Even though you are just dating, the girl always takes. She demands everything. Every time. Alles wil ze altijd. Even demand and supply. She has passed that school in economics. She demands you supply. You are the supplier. She's the one making demands. Jij bent de voorziener, maar het is alleen maar vraag en aanbod. Op een dag moet je haar vragen. Het is and alleen maar vragen, geen aanbod. You. En dan u. You end up marrying. Gaat dan met hem trouwen. You marry bad news. Maar dan trouw je dus met slecht nieuws. Simple. En zo simpel is het. People don't want to hear this, but it's the truth. Mensen willen dit niet horen, maar het is wel de waarheid. If you met the right person, als je de juiste persoon ontmoet. Because a woman is in your life to build you up, not to break you. Want een vrouw is in uw leven om u op te bouwen en niet om u af te breken. She is there to help you succeed in the plan God gave to you, not to destroy it. En ze is daar om te helpen het plan van God in je leven te laten slagen en niet het te vernietigen. So, ik ben verliefd, ik ben verliefd. So, I'm in love. I'm in love. With who? With who? Op wie? Look at Joseph. Kijk naar Jozef. The only reason why Pharaoh end up hanging out with the guy had a plan. De enige reden waarom Farao met Jozef omging, was omdat hij een plan had. Oh. I can take you to Adam. Ik kan je ook naar Adam toe nemen. What did God say? Wat zei God? Dress it. Onderhoud het. He put him somewhere and say what? En hij zei. Dress it. Onderhoud het en voed het. That was God's plan. Dat was Gods plan voor Adam. If Adam could not dress the garden, Adam could never dress Eve. En als Adam het hof niet kon onderhouden, kon hij het ook niet bij Eva. If Adam. Als Adam. Could not dress the garden. Het hof niet kon onderhouden. The word dress there is abad. It means walk it. Walk it. If Adam could not walk on that garden,
which God, which walk is a symbol of love. The Bible says, brethren, let us not love in words, but in deed. En als Adam het hof niet kon bewerken, en laat ons niet lief hebben in woord, maar in daad. So watch this. Dus let op. If Adam couldn't als dress that garden, Adam dat hof niet kon bewerken, Adam was never qualified to marry Eve. Was Adam nooit gekwalificeerd om Eva te huwen. So even God gave Adam a plan to follow. Dus zelfs God gaf Adam een plan om op te volgen. To qualify him to be a husband. Zodat hij gekwalificeerd was om een echtgenoot te kunnen zijn. You want to talk about Adam? Wil je het hebben over Adam? Well, put my text. Let me know where I pause with Joseph. Laat me weten waar ik ben gepauzeerd met Jozef. Thank you. Put for me a star there. We'll continue here next week. Let me shift to David. En let me show you a plan. Schuiven naar David om u het plan te laten let zien. Let me show you something. Laat me u iets laten zien. How many of you love David? Hoeveel van u houden van David? It's another example. Is weer een voorbeeld. I will teach from Joseph. Ik zal vanuit Jozef onderwijzen. I can preach on this for 3 months with different things. En dan kan je zien dat ik hier 3 maanden lang over kan prediken met verschillende dingen. Just the same place where I am. Met dezelfde plaats als waar ik nu ben. Look at David. Kijk naar David. 1 Samuel 17. The children of Israelites. De kinderen van Israël. Were attacked. Die werden aangevallen. By the Philistines. Door de Filistijnen. Watch this. They were all afraid of who? Ze waren allemaal bang van wie? One man. Van 1 man. What was his name? Wat was zijn naam? Goliath. Goliath. Who was Eliab? Wie was Eliab? David's brother. De broer van David. They were trained in the military. Ze waren als soldaten getraind. They were trained. Ze waren getraind. But when Goliath appeared, maar toen Goliath verscheen, they didn't know what to do. Wisten ze niet wat ze moesten doen. They were not trained. Ze waren niet getraind with a plan. Met een plan. For people like Goliath. Voor mensen als Goliath. David showed up. David verscheen. Vers 32. Vers 32. Your business. Uw bedrijf. Must be defined. Moet gedefinieerd zijn. Who are your target market? Wie is uw doel op de markt? Who do you want to reach? Wie wilt u bereiken? How do you want to reach them? Hoe wilt u ze bereiken? Where will you come in contact with these people? En waar ga je in contact komen met deze mensen? Will they come to you or you will go to them? Gaat u naar ze toe of zullen ze naar u toe komen? How? Hoe? Can I improve? Kan ik verbeteren? On this business. In dit bedrijf. So that the people. Zodat de mensen. That this plan is for. Waar het plan voor bedoeld is. They will see themselves developing. Dat ze zichzelf ook zien ontwikkelen. Because omdat God's plan for your life, Gods plan voor uw leven will be adjusted along the way. Aangepast zal worden onderweg. Watch this. Kijk dit. Corona is hier. Corona is hier. We need mondkapjes. We hebben mondkapjes nodig. Many people are producing it. En heel veel mensen maken deze. That is alleen tijdelijk. But this is only temporary. So you cannot build your plan only on that. Dus je kan je plan niet alleen daarop bouwen. When you follow God, als je God volgt, he will give you a plan in the business. Zal hij u een zakelijk plan geven? That will keep running. Dat zal blijven doorlopen. Will meet another need in the society. Maar in de wereld zal het in een andere nood voorzien. But you must be prepared for it. Maar u moet er wel op voorbereid zijn. Before corona came, voordat corona kwam, my daughter Mandy said, zei mijn dochter Mandy, Papa, you came, you described, Papa, u omschreef the people with mondkapjes. De mensen met mondkapjes. So if we knew it, als we dit hadden geweten, we would have just made one and sell it. Hadden we er gewoon eentje kunnen maken en steeds kunnen verkopen. When I said it in this church, maar toen ik het zei in deze kerk, as a prophecy, als profetie, nobody take it serious. Had niemand het serieus genomen. Nobody. Niemand nam het toen serieus. Before corona broke out, voordat corona uitbrak. I said, I saw a people, ik zei, zag ik al they mensen. Were wearing black face mask on their nose. How many of you were in church that die day? Droegen zwarte mondmaskers they op hun neus. Their nose. En ze bedekten hun neus mee. I said, I something is coming. En ik zei, ik ervaar dat er iets aankomt. So, such a thing needs a plan.
Dus zoiets heeft een plan nodig. Because in crisis, want in tijden van crisis you should not be crying, moet je niet gaan zitten huilen. But you should receive God's plan for crisis. Maar moet je juist Gods plan ontvangen voor crisis. Jozef was made a ruler, werd als heerser aangesteld in the midst of crisis, te midden van de crisis. And he turned the famine of Egypt, en hij keerde de hongersnood van Egypte into laughter, om in gelach. Why? Waarom? He had a plan. Omdat hij een plan had. Let's see King David. Laten we koning David zien. And David said to Saul, en David zei tegen Saul: let no man's heart fail because of him. David did not call him Goliath, he called him him. En David noemde hem geen Goliath, maar hem. Goliath, but when David showed up, he called him him. En de hele tijd hadden ze het over Goliath, maar toen David kwam, had hij het alleen maar over hem. Then, en toen he made it worse. Maakt hij het nog erger. Thy servant will go and fight with this Philistine. They have told him about Goliath. Hem he keep calling him him and Philistine. So one man, I will deal with this nation by myself. Dus één man die wilde afrekenen met deze natie en dat deed hij alleen. I will tell you why. En ik zal u vertellen waarom. In a short moment. In een kort then moment. We'll leave this place. En dan zullen we deze plaats verlaten. Because you see. Want ziet u, David fought with another nation. David vechtte met een andere natie. Alone in the forest and won. En dat deed hij alleen in het bos en the toen won hij. Of lions. En dat was de natie van leeuwen. Are you getting me? Begrijpt u mij? He fought with that nation. Hij vocht met die natie. He prevailed. En hij hield then stand. Another nation came. En toen kwam er een andere natie aan. I know you don't understand me when I say ik weet this. Dat je me niet begrijpt. When you read your Bible, wanneer je Bijbel leest, they use animals, dan gebruikten ze dieren to link them to human beings and nations. Om ze te linken aan mensen en natieën. Animals. Dieren. Be wise as a serpent. Wees wijs als een slang. Harmless as dove. En zo onschuldig als een duif. Those are animals. Dat zijn dieren. I saw you soaring with the wings of an eagle. Ik zag u opgaan in de vleugelen van een arend. Those are animals. Dat zijn dieren. The strength. De kracht. Of a leopard. Those are animals. Van een luipaard. They know dat why zijn they are dieren. Using those things. Ze weten waarom deze dingen gebruikt worden. Are you getting this? Begrijpt u dit? No, go to verse 33. Let's take it slow. Laten we naar vers 33 gaan. Rustig aan. Because there's something that I want to point out. Want er is iets waar ik, wat ik aan wil wijzen. Thank you, Didier. Are we there? You move from 32. Are we in 33? Thank you. And Saul said, thou art not able to go against the Philistine to fight with him, for thou art a youth. And he is, and he a man. So watch this. Dus let op. A youth, a man. Een jongen en een man. And then it's not just a man. En dat was niet alleen een man. A man of war. Maar een strijdbare man. From his youth. Van jongs af aan. Listen to me. Luister naar me. That means Goliath. Dat betekent dus dat Goliath was trained. Al getraind was. His nation. Zijn natie had hem getraind en hem gepland voor de strijd. Zijn natie had hem getraind en had hem ingepland om de strijd aan te gaan. En dat betekent dat Goliath niet zomaar naar plaatsen ging, maar hij werd alleen maar losgelaten ten tijde van de oorlog. En zo zei David, vers 34. Look at it with me. And David said unto Saul. Now what was David giving? Wat gaf David? His own training. Zijn eigen training. Jesus Christ. Aja basha. You see, you think. Je dacht. This man is prepared. Dat deze man was voorbereid. Let me tell you, maar laat me je mijn voorbereiding vertellen hiervoor. Let me tell you that I didn't just stand here to say I'm going to take down Goliath. God planned me for Goliath. Just as he planned Goliath against these people, I am the Israelite against the Philistines. En God heeft mij ingepland om tegen Goliath om te gaan.
It was God's plan. Het was God zijn plan. It was his plan. Het was zijn plan. That they sent him to take care of sheep. Dat ze hem stuurden om de schapen te weiden. It was God's plan. Dat was Gods plan. The servant kept the father's sheep, and there came a lion. God's plan. Het was Gods plan. A youth. Een jongen. Let me say 16, 17 years old. Laat me zeggen 16, 17 jaar oud. Hij was nog een jongeling. The lion came. En de leeuw kwam. That is another nation. En dat was een andere natie. David was alone. En David was toen alleen. He didn't call his father. Hij riep zijn vader niet. Neither did he call his brothers. En hij riep zijn broeders ook niet. It was him and the lion. Het was hij nu en de leeuw. My Bible says, mijn Bijbel zegt he dealt with the lion. Dat hij afrekende met die leeuw. And a bear, and took a lamb out of the flock. What did he do? En wat deed hij? Let's see. Laten we zien. And I went out after him. Some things happen around you. God is looking at your attitude. Sommige dingen gebeuren bij je, maar God kijkt naar je houding hierin. And smote him and deliver it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard and smote him and slew him. Continue. Continue for me. And the servant slew both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine shall be as one of them. Where did he get his boldness from? En waar haalde hij die vrijmoedigheid vandaan? He was prepared. Hij was voorbereid. And had a plan. En had een plan. When he met Goliath. Toen hij Goliath ontmoette. He did not need Saul's armor. Had hij niet meer de wapens van Saul nodig. He had a plan with his own armor. Maar hij had een plan met zijn eigen wapenuitrusting. En laat me je ogen openen in de schriftgedeeltes. Goliath was, a door was een deur for David's promotion. Voor Davids promotie. Without a plan, zonder een plan you will come to your door of opportunity, you will be rejected. Zul je bij je deur van doorbraak komen en afgewezen kunnen worden. I went to Bogatanga. Ik ging naar Bogatanga. My father. Mijn vader. He didn't tell me I came to preach. Hij had niet tegen me gezegd dat ik was gekomen om te prediken. He just in the night. In de nacht gewoon. He sent me a message. Stuurde hij me een boodschap. Say Jean-Pierre. Hij zei Jean-Pierre. He told somebody. He said. Tell Jean-Pierre, hij zegt preach. Tegen Jean-Pierre dat hij gaat prediken. But before he said it, maar voordat hij dat gezegd, when I left Amsterdam, toen ik Amsterdam had verlaten, I already knew. Wist ik het al. I knew. Ik wist al. Why? Waarom? God prepares you. Omdat God u voorbereidt. To face your door. Om je deur oog in oog te kunnen komen. What he was telling me. En wat hij me vertelde. Was no new. Was geen nieuwtje. Then my wife also was bragging. En toen schepte mijn vrouw ook nog eens een keer op. My wife said, en mijn vrouw zei. You don't know him. U kent hem niet. He will shock you. Hij gaat je shockeren. No pressure. Has your wife put you under pressure? Heeft je vrouw je wel eens onder druk gezet zo? As your wife said no. Then. En toen. She said that. Zei ze dat. She came to the hotel room. En ze kwam de hotelkamer in. En ze begon te bidden. She said, oh God. Ze zei, oh God. Use him. Gebruik hem. When he opened his mouth. Wanneer hij zijn mond opent. Fill it up. Oh, vul het. You see, sometimes in life, soms in dit leven, who you marry, wie je trouwt, is important. Is belangrijk. Who you marry, wie je trouwt, who you marry, wie je trouwt. You want to fulfill purpose. Je wil je doel vervullen, maar laat me je vragen. If this woman, als deze vrouw, did he know God? God niet had gekend. Then she came to me. En ze naar me toe was gekomen. I don't know tomorrow. Ik weet niet wat de toekomst zal brengen. This is too big for you. Dit kansel is te groot voor u. I hope you don't disgrace also. That is the kind of woman that people marry. En dat is het soort vrouw wat mensen huwen. Then a demon is talking to you. En dan spreekt er een demon tot u. A demon. Een demon. And then you are weeping for such a woman. En dan ben je op zoek naar zo'n vrouw. Say, sister, pack and go. Zuster, pak in een wijk. The day that I marry you, I call you a helper. I do not call you a discourager. And that's what most people don't know. That
is what happened in day one. My first time that I ever preached in that church. Today you people heard it live. When I left Amsterdam. Toen ik uit Amsterdam wegging. When I left here. Toen ik hier wegging. The Lord told me. Zei de Heer me. That year was the year of honor. Dat jaar was het jaar van eer en glorie. So if you forget the prophecy, dus als u de profetie vergeet, laat me u er nog even aan herinneren. I'll remind you again. Ik zal u er weer aan herinneren. I don't forget what God said. Want ik vergeet niet and wat God heeft gezegd. Why have to forget it. En ik weet niet waarom ik het zou vergeten. Want alsof God veranderd is of zo. And God honored us. En God heeft ons geëerd. Even my papa was pleased. Zelfs mijn vader was behaagd. Was pleased. Was behaagd. We sat together. En we zaten samen. He was pleased. Hij was behaagd. He said, "Do you always do you study a lot in Greek?" Hij zei, stuurt u heel veel in het Grieks? Begrijpt u al dat Grieks? And he kept talking about the wires and the device. En dat had maar over de pijlen en de mechanismes. The wires and the device. He kept talking about. Hij bleef er maar over praten. What if? Wat nou als? I didn't have a plan. Ik geen plan had gehad. And I didn't prepare. En ik niet was voorbereid. The door is open. De deur is open. The only thing I would say, het enige wat ik zou kunnen Goliath zeggen. Is standing there. Zeggen van, ja, Goliath staat daar. You know, Goliath means a giant. Weet je, Goliath betekent small een reus. Me. Kleine ik. Big them. Grote hun. But the Bible say, maar de Bijbel zegt. Groter is hij. In you, die in u is. Dan hij. Die in de wereld is. Nothing should be big for you. When you know who God is. Niets moet te groot voor u zijn wanneer u weet wie God is. No human being. Geen enkel mens. It was God's plan. Het was Gods plan. For me to have that opportunity. Voor mij om die mogelijkheid te hebben. It was God's plan. Het was Gods plan. To put it in his heart, to even tell me go preach. Om het zelfs in zijn hart te leggen dat ik mocht prediken. Because we have been going there. Want we zijn daar zo vaak naartoe times. Gegaan. Why only that time? En waarom was het op dat moment. Because somebody was ready. Omdat iemand er klaar voor was. So, when others are getting promoted, dus wanneer anderen gepromoveerd worden. Stop getting jealous. Hou er dan mee op om jaloers te zijn. Yourself, maar vraag jezelf which af. Plan do you have? Welk plan heeft u? Because omdat promotion promotie comes to people that have a plan. Naar mensen toe komt die een plan hebben. Even when your boss promotes you, zelfs als uw baas u promoveert. What they expect from you in this new position. Dan vertelt de baas u wat hij van u verwacht in deze nieuwe positie. If you are not qualified, you will be fired. En als u er dan niet gekwalificeerd voor bent, dan zult u ontslagen so worden. It's an open door. Dus het is een open deur. But you can shut yourself out of the door. Maar u kunt uzelf afsluiten van die deur. Simple. Zo simpel is het. David was ready. Was er klaar voor. Goliath was his opportunity. Was zijn kans. For God's plan for his life to be fulfilled. Zodat Gods plan voor zijn leven vervuld kon worden. Look at prophetic things. Kijk naar profetische dingen. Saul went. Saul ging. I mean Samuel. Ik bedoel Samuel. Went. Die ging. And anointed David. En zalfde David. Saul didn't know. Saul wist er niks van. So it seems as if that anointing was useless. Dus het leek alsof die salving nutteloos was. It seems as if the anointing was useless. Het leek alsof die salving nutteloos was. But the anointing, maar de salving, prepares him, bereidde hem voor, to meet his first appointment with destiny. Om zijn eerste afspraak met zijn bestemming te ontmoeten. God's plan. Gods plan. Do you have a plan? Heeft u een plan? It's so funny now we are in January. Het is zo grappig dat we nu in januari zitten. 2022. En je hoort iedereen zeggen. Last year. Ja, vorig jaar. I made some mistakes. Heb ik fouten gemaakt. This year. Dit jaar. I will not make any mistake anymore. Ga ik niet meer fouten maken. I will not just go loose with nobody anymore. Nee, ik ga niet meer losbandig zijn met niemand nu meer. Before you know, Kojo stick him, you become a prey. Voordat je weet, komt een of andere Kojo weer aan en val je er weer aan ten prooi. No plan. Je had geen plan. So you fall for Kojo. Dus val je weer voor die Kojo. You fall a prey to Kojo. Je valt ten prooi aan die Kojo. When God is trying to strengthen you, tell you that you know what? Do this. It kept getting tight. It kept getting sinning. It is nima ding. It is nima ding. Nima ding. Nima ding. And you say it is nima ding. It is nima ding. Yes, it is not your thing. Opportunity will come one day, and it will stand before you. Then you will remember all the time I had the chance to plan and prepare for this, I didn't, and you will be rejected.
En wanneer God bepaalde dingen van je vraagt, zeg je steeds van ja, dit is not my thing, dit is not my thing, dit is not my thing. En op een dag zal er een mogelijkheid zijn. En dan is het plan daar. En dan is je deur daar. En dan ben je niet voorbereid en dan zul je afgewezen worden. Continue with that text. Let's see what happened. The reason why I moved from Joseph to this. Het reden waarom ik van Jozef naar deze God always have a strategy. Is om je te laten zien dat God altijd een strategie heeft. That is judge Nana. Dat is rechter Nana. God has a plan. God heeft een plan. God has a plan for all of you in this room. God heeft een plan voor ieder van u in deze ruimte. Stop going there to the, in the world and get lost with foolish things. Hou ermee op om de wereld in te gaan en gewoon verloren te raken door allemaal dwaze dingen. Instead of you to sit in plaats van dat je zit in het huis van God en leert en dat je achter je droom aan gaat. That's not what you want. Nee, maar dat wil je niet. Some of you are even supposed to be company owners. You are still working for people. Sommige van jullie horen zelfs bedrijfseigenaars te zijn, maar nog steeds werk je voor andere mensen. Watch this. Kijk dit. David begin to share it. Seeing he defied the armies of the living God. The servant slew both the lion and the bear. And this uncircumcised Philistine shall be as one of them. Seeing he defied the armies of the living God. Armies of the living God that did not prepare. Bukas. Continue. David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he would deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, the Lord be with thee. Even Saul was afraid. Zelfs Saul was bang. So now who is the king? Dus wie is nu de koning? Saul? Or David? Of David? It already showed. Dat laat ons zien dat Saul dus niet de koning was. It start to show from day one. Het begon zich al te laten zien vanaf dag 1. You came into the company, you intimidate everybody. Je kwam het bedrijf binnen en je intimideerde iedereen. The ideas begin to flow. Je ideeën begonnen te flowen. Colleagues. Collega's. See this guy is a little bit. Who does he think he is? Deze jongen, wie denkt dat hij is? To know that you are intimidating them, you two start to talk like them. En in plaats van dat je weet dat je hun aan het intimideren bent, begin je nu ook als hun te praten. No, there's something around you. Nee, er is iets om u heen. That they don't know how to deal with themselves. Waarvan ze niet eens weten hoe met hunzelf meer Because om te gaan. You entered the company with a plan. Want je bent het bedrijf binnengegaan met Do een plan. Do you know that there are some people that when they give them jobs today, they say within 5 years I want to be this. Weet je dat als ze mensen bepaalde banen krijgen, years, and you see it come to pass. Dan willen ze binnen een bepaald tijdperk willen ze iets zijn. To that have a job. En dan zie je iemand die een baan heeft. Ah. I said they one day, oh, they gave me a new salary. Ja, ze hebben een nieuw salaris geschreven. What is your salary? Ja, wat is je salaris? 2000 euro's. 2000 euro. Is that why you dance? Ga je daarom dansen? You dance for 2000 euro. Dans je voor 2000 euro? Why? Waarom? What is your plan in that job? Wat is je plan bij die baan? You are dancing for 2000. Je danst al op 2000 euro. One of these days you will discover that they were using you, giving you 2000 euros. Een van deze dagen zul je weten dat ze je hebben gebruikt om je 2000 euro Do om te geven. Do you see yourself like you're gonna grow? Zie je jezelf dat je wil groeien? All of you have been jobs where you don't see opportunities for growth. Je allemaal hebben Then banen, maar je ziet groeikansen niet en dan zit je daar. Je verspilt is je tijd. Is the job goodbye? Kus Look for another one where you can grow. Gedag. You can develop. Because when you were born, they did not call you stagnation. En ga op zoek naar een baan waar je kunt ontwikkelen. Want toen je werd geboren noemden ze je niet stagnatie. You keep staying in the job. Je blijft maar op diezelfde baan. 10 years later, I ask you who are you. 10 jaar lang vraag I'm je wie ben. Project coordinator. Ja, ik ben nog steeds projectcoördinator. Quit! Stop ermee! Okay. Nonsense. Wat een onzin. Are you a slave? Ben je een slaaf dan? 10 years. 10 jaar lang. Don't you think God has a better plan? Denk je dan niet dat God een beter plan After heeft of 10 zo? Years, you should be the director. Na 10 jaar hoor je al de directeur te zijn. You should be the director. Je hoort de directeur te zijn. If you have a plan. Als je een plan hebt. You will become one. Zul je er eentje worden. You go sit there 10 years. Je gaat daar 10 jaar lang zitten. Wat daar doen? Wait. Neem ontslag. En je blijft op dat lage niveau waar je bent. Just only for account payables. Ja,
Ik ben alleen maar voor het betalen van rekeningen. You cannot even learn account receivables. Je kan niet eens ontvangstrekeningen leren. You cannot even ask them to teach you general ledger. Je kan niet eens. You cannot even challenge yourself to learn budgeting. Of budgetteren leren. Now I tell you what I studied, so I don't know about you. En ik zeg je wat ik heb gestudeerd, dus ik weet niet van u. You cannot even do bank reconciliation. Je kunt niet eens bankbetalingen aan. Then I ask you, how long are you an AP specialist? 10 years. You are lazy. Je bent gewoon lui op diezelfde positie de hele tijd te zitten. You are lazy. Je bent gewoon lui op diezelfde positie. You are allowing people to use you like a slave. Je staat toe dat mensen je gebruiken als slaaf. 2 years is enough. 2 jaar is genoeg. I said 2 years. Ik zeg 2 jaar. It's enough. Is genoeg. If they don't understand, you have gained experience. Look for another job. Als ze niet begrijpen dat je al ervaring hebt opgedaan. Then they gave you the name stagnation. God has a plan for you. Je bent niet geboren zodat je de naam stagnatie kan krijgen, want God heeft een plan voor u. 10 years. 10 jaar lang. 10 years. 10 jaar. 10 years. 10 jaar. The same job. Dezelfde baan nog steeds. You are quiet in this room. Je bent stil, hè, hier. Because this year, me too, I'm very angry. Omdat dit jaar ik ook heel boos ben. Yeah. Ja. Some of you don't know that. Not Sommigen today. Van jullie weten het niet, maar weet het vandaag. I told God, give me 3 months. Ik zei tegen God, geef me 3 maanden. With these people. En ik duw ze uit hun comfortzone. 3 maanden. All this thing, you are in the same place, the same place. Al die dingen year op dezelfde year, the same place. Don't you know God has a plan for you? Weet je dan niet dat God een plan voor Jesus heeft? Jesus Christ. What a nonsense. What a nonsense. I see you having a plan that succeeds. Zie u een plan hebben dat slaagt. Your plan. That God gave to you, dat plan wat God u heeft gegeven zal slagen. From today you are not a slave. Vanaf vandaag, je bent geen slaaf. I provoke your promotion today. Ik daag today. Je promotie vandaag I uit. I provoke your promotion Ik today. Ik daag je promotie vandaag In uit. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. I provoke it. Ik daag het uit. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Wherever your promotion is handed, I commandeer ik het vrijgezet. I provoke it. Ik daag het uit. I provoke